In een ver verleden, in 2011, schoten wij onze eerste korte speelfilm, genaamd Deadhunters. Dat was het begin van onze passie voor films. Door het enthousiasme hebben wij meerdere films met weinig middelen kunnen maken. De tweede film was The Demon uit 2012. Een superkorte horrorfilmpje over een bezeten huis met een enge geest. Het was een mooi succes. Onze dromen werden concreter. Ooit een grote bioscoopfilm maken. Dat vergt veel doorzettingsvermogen en oefenen. Want oefening baart kunst. We maakten vervolgens in 2012 nog Total Vengeance. Het ging over een kannibaal genaamd Dr. Beast die drang had naar kindervlees. Fuck you, motherfucker! Tell me now! Like, I will tell you, you will never get out of this! So you don't want to tell it, huh? Where have you taken Sophia? Answer my damn questions! Na een jaar investeren in apparatuur, gingen wij weer verder schieten. Cocaine War uit 2014, Dawn of the Dark en A Brutal Path uit 2015. En de passie bloeide en bloeide. En het team werd groter en groter. See you later, Tom. See you later, dig out. Till next time. Till next time. Congratulations, man. I knew you would win this fight. Prepare for the last one to earn your money. You'll receive further information soon. Good luck. In 2016 deden we met onze speelfilms The Sinister Follows en Inner Demons aan een internationale competitie. Een bijzondere ervaring.
in dat jaar begon het te prikkelen. We hadden het idee om een grote zombiefilm te maken, genaamd Sea Fury. Na een kort besluit zijn wij in februari 2016 begonnen met de voorbereidingen. We hadden nooit gedacht dat het zo snel ging. We hebben nu een team van 40 enthousiaste crewleden die meewerken aan Sea Fury. Breaking news, I'm standing here in the city of Kentucky. There has just been a major accident. A plane has crashed. Witnesses saw it just about an hour ago, a block from here. I'm Tanya. What's your name? Jason. We need to work together. So, what are these things? Dead fucking men walking. There was something on the news the other day. Something about an outbreak in a night. Wij willen Sea Fury heel graag afmaken en daarom hebben we jou nodig. Jij kan deel uitmaken van onze dromen en ons helpen door een donatie te doen op www.cinecrowd.com/seafury.